Oh, wat is? Helemaal vergeten. De vakantie is voorbij. We zijn er weer. Hoera! Smullen met Wim is terug op de televisie. Wat verdorie, hoe kan ik dat nou vergeten? Leek me hier te slapen. Ik dacht nog dat ik een paar dagen vakantie had, maar zo is het niet. Beste kijkers, beste vrienden, geachte aanwezigen, we zijn weer helemaal terug en we gaan er weer een heel mooi jaar van maken. Tijd om weer alles te gaan vullen met de camera over Smullen met Wim. Ik smul er nu al van. Zonder overgrote heren. Dames, kun je het allemaal een beetje vinden? Nou, we zijn het druk aan het zoeken. Wat ben je aan het zoeken? Dit punt, dit is de Gleenstraat, dit ja, zagen we net, maar dan hier zo, bij de, waar je dit punt bent. Dit punt hier? Ja. Maar wat, promenade. Dat is hier, hier is de promenade. Oké. U bent de wandelroute aan het doen? Ja. U bent een paar dagen in Heerlen, of een dag, één dag, met de trein gekomen. Ja. Staakten ze niet vandaag? Nee. Maar ze gaan wel. Ze slaan voor ons niet. Ze gaan wel, we staken hebben ze gezegd. Waarschijnlijk wel, hè? Ja, ja. Dus moeten ze beter betalen en betere roosters maken, denk ik dan. Ja, ja. Maar u bent er een voorstander van? Als het vandaag is. Ja. Maar ik snap wel waarom ze staken. Maar heel Nederland loopt er vast op deze manier. Ja. Maar andere manieren ook, hè? Ja. Als het geld maar naar het geld blijft gaan ja. En andere mensen geen eten hebben. Waar komt u vandaan? Ik kom uit het midden van het land. Het midden van het... Dat hoor je wel, hè? Geen Limburger. Nee, nee, maar bedoel je van welke plaats? In de buurt van Utrecht. Utrecht, oh, helemaal centraal. Ja. Dus ook vertrokken van Utrecht centraal. Klopt. Goed zo. Ja, goed. Nou, jullie nog veel plezier. Amuseer je zich, hè? Dag. Is de school weer begonnen? Ja. Wat hebben jullie voor een opdracht? We hebben heel veel, zeg maar, zo'n lijst met opdrachten en daar moeten we dan... Een lijstje? Ja. Wat staat er allemaal op? Opdrachten die je moet doen. Ja. Zo, die hebben er al een paar afgevinkt, dus een paar zijn al gebeurd. Ja. En wat zijn jullie nou aan het zoeken? We zijn nu gewoon terug aan het lopen naar waar we heen moeten voor school. Oké. Okay. Nou, zet hem op, hè. Ja. En zorg dat jullie diploma halen. Ja. Heel belangrijk. Hoi. Ik zou ook even bij Hanny van het CDA en de coalitie in Heerlen. Hanny, wat gaan we doen met de gasprijzen? Wordt er nog iets extra's opgestart in de gemeente? Nou, wij hebben zelf als CDA vragen gesteld aan de gemeente voor de jongeren tussen 18 en 21. Dat die ook de energietoeslag gaan krijgen. Een hele hoop jongeren waarvan de ouders... Kamers? Ja, die zitten vaak in de problemen. Ouders die in de problemen zitten, die kinderen moeten op kamers. Die krijgen dat niet, studenten ook niet. En we hebben vragen gesteld over mensen de schuldhulpverlening. Want als die energie omhoog gaat, blijft er voor die mensen niks meer over om van te leven. En worden ze dadelijk uit de schuldhulp gezet. Dus daar kan de gemeente wel wat aan doen. Maar weet je, de gasprijzen kan de gemeente niks doen. Nee. Dat is landelijk beleid. Maar we kunnen wel proberen die mensen die in de problemen zijn te gaan ondersteunen. Ja, want als je er hoort dat er toch veel mensen in de problemen gaan komen. Heel veel waarvan de energie omhoog gaat. Dus ik denk, ja, dat is wel een taak van de gemeente. Om te proberen de mensen die echt in de problemen komen te ondersteunen. Maar ik bedoel, we hebben wel een heel sociaal college. Dus ik denk, dan moet ik wel, zeggen, Heerlen doet alles. Heel sociaal college, een goed college. Dus ik denk dat dat geen probleem wordt. Ja. Maar ja goed, we zitten met de gebakken peer en als je dan ziet dat één man alleen maar rijk wordt van de, dat is Nederland, van de gasprijzen. Ja, van de belasting op de gasprijzen. Ja, ja. Dus ik denk dat het kabinet daar best wel wat aan mag doen. Maar wat ik nou niet begrijp, kijk, in Groningen is dat natuurlijk erg voor die mensen. Ja. Maar we hebben hier toch gewoon altijd in de shit gezeten met mijnverzakkingen en mijnschade en weet ik wat allemaal. En hier zijn ze gewoon doorgegaan. Ja, sommige van die economen zeggen, ze kunnen beter die mensen uitkopen. Hè. Dat is goedkoper om die mensen allemaal uit maar te kopen. Maar ze kopen aan het gas. Zou het geld in de zak, bewijzen maar eens dat het van ons komt met dit en dat. Ja, dat weet ik wel. Eén corrupte bende, als het geld geven wordt, dan is het afgelopen. Ja, ik denk dat ze gewoon een hele hoop ondersteuning hebben gegeven dat het nou weer terug moet. Dat denk ik. Dat de kas weer gevuld moet gaan worden. Ja. Maar het is toch verschrikkelijk waar we in zitten. Corona, oorlog, ik weet niet wat allemaal. Migrantencrisis, ik weet niet wat allemaal. Energietransitie, weet je wel. Iedereen mag dadelijk geen benzine meer rijden. Je moet dadelijk weet je wel, elektrisch Stakingen rijden. Stakingen bij de NS. Ja, je kan de mensen ook nog geen ongelijk geven ook. Nee, maar dan heb ik wel het idee, weet je, stakingen bij maar de NS. Volgens mij verdienen die conducteurs en machinisten niet zo weinig. En die hebben ook nog vrij reizen door Europa, door heel Nederland. Dus ja, ik weet niet of dat wel zo terecht is. Dat vraag ik me af, hoor. Ja, maar die hebben te hoge werkdruk. En alle de werkdruk, dat is waar.
ellende wat ze de trein tegenkomen. Dat is waar, die machinisten, dat is gewoon waar. Dan nee, maar ze ook, wel ook die conducteurs die lastig worden van het gezicht, worden gespuwd, ja, geen ja, kaartjes. Ja, daar heb je gelijk en dat is gewoon waar. Maar ja, ik vraag me ook af, waar komt ineens dat probleem vandaan dat ze ineens geen mensen meer hebben die werken? Ineens naar de, kijk, in de horeca snap ik dat die mensen zijn ergens anders gaan werken. Maar in het bedrijfsleven begrijp ik dat niet. Waarom hebben we ineens zo'n tekort? En voor de corona hadden we dat niet. Misschien allemaal wachtgeld. Van de prikstraten, weet ik wat allemaal. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk Opa, ik niet. Nee. Maar ja, ik denk wel. Weet je, we hebben een hele hoop asielzoekers in het land gekregen. En die mensen zitten maar allemaal in die opvangtehuizen. Ik denk dat ze ervoor moeten zorgen dat die mensen kunnen gaan werken. Die zijn toch hier en die krijg je niet meer weg en die blijven. Net zoals die mensen uit de Oekraïne. Ga die mensen werkvergunning geven. Want ik denk dat er best een hoop jongeren bij zijn die wel willen werken. Ja, ik denk dat je zo ook een probleem kunt oplossen. En beloon het beter. Ja, dat sowieso. En je ziet wel, hè. De prijs wordt neergelegd bij het MKB. Ja, tuurlijk. Ja, die moeten dan de salarissen gaan verhogen. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat ze inderdaad wel wat met de asielzoekers kunnen. Laat die mensen maar werken. Heb je misschien een probleem opgelost? Dankjewel. Oh, zet hem op, Hanni. Oh, ja. De NS gaat weer staken. Ja. En nou dan? Ja, dat is toch goed? Ja? Weet wel alle omstandigheden, zeker. Ja, denk je dat het goed is? Ja, ik wel. Voor die mensen zelf? Ja. Zou die het zo slecht hebben? Die hebben niet slecht, maar de laatste tijd met bezuinigingen en alles met corona hebben ze 25% minder personeel. Dus, en veel stress natuurlijk met verwarde personen, geen kaartjes, spuwen het gezicht, ik weet niet wel wat je allemaal hoort. Boven in de Randstad dus, dat valt hier nog wel mee. Ja. Hier in het zuiden valt mee. Die wonen alleen maar nette mensen. Ja, ook niet alleen maar nette mensen. Hoi. De NS gaat weer staken. Dat hoor ik vanochtend, ja. Is dat vervelend? Voor mij wel, want ik moet overal naartoe met de trein. Hè? En hoe ga je dat nu dan oplossen? Met de bus? Met de bus, af en toe met de bus. Of als je dichterbij hier te voet. Hè? Of met de fiets? Nee, ik kan niet meer met de fiets. Oké, okay. Met de knie? Met de knie. Oké. Okay. Maar ze staken wel veel. Hè? Ze ontwrichten eigenlijk wel de hele samenleving. Maar ja, van de andere kant, misschien hebben ze wel gelijk. Hebben ze wel gelijk, want te weinig dingen en alles wordt duurder. Hè? Dus ja. Ja, hoe moet dat verder? Ja. Doe je nog op gas koken? Nee. Elektrisch? Nee, elektrisch, ja. Ook nog zonnepanelen? Nee, het is geen koopwoning, Wim. Niet meer, geen koopwoning meer. Nee, maar dus elektrisch is wel een stukje goedkoper. Goedkoper, hè? Maar ja, iets hoger geworden, hoor. Dus, maar ja, valt mee eigenlijk. Ja. Als je ziet, alles loopt vast dadelijk, hè? Ja, daarom juist. Ik vind het zo zielig voor de mensen die... Die het moeilijk hebben. Juist. Ja, die zijn altijd te dupe. De laagste klasse is altijd te dupe. Klopt, bij mij. Maar als je ziet dat de Nederlandse regering zoveel geld afromt aan dat gas. Aan de andere dingen, ja. Dat vind ik wel een beetje lastig. Sorry met mijn Nederlands, Wim. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Maar nu gaan de treinen nog. Van de week misschien niet meer. Volgende week met mijn verjaardag. De 20e met mijn verjaardag moet ik naar Almere. Dus, maar ik weet begin maar vast te lopen. Dat is goed. Je een fijne dag en bedankt. Dankjewel, hè. Hoi. Jongens, je zit het hele feestcomité. Ja. Wat voor opleiding volgen jullie? De beveiliging. Beveiliging? Ja, officier collega. Ja? En goed? Ja. Vier vrouwen en twee mannen? Ja. En wat bestaat de opdracht dan in? We moeten beveiligen. Ja, maar wie moet je beveiligen? Ja, Zelf? Ja, de winkels. Ik dat meisje weet er heel veel vanaf. Wij leren bijvoorbeeld bepaalde bedrijven. En dan gaan we beveiliging lopen. Maar nu zijn we net klaar met school, dus daarom zitten we nog in onze uniform. Ja? Ja. En is dat leuk? Heb je daar bewust voor gekozen? Ja, ik vind het leuk om te doen. Ik heb er ook inderdaad bewust voor gekozen. En is dat dan automatisch dat je misschien later naar de marechaussee gaat? Of naar de politie of naar de brandweer? Ik wil later naar de politie, inderdaad. Naar de politie? Ja. Aha. En dan naar de ME. Naar de ME? Ja. Oeh, jong, kijk uit, zet de helm op. Dat was ik al van plan. Hey, hoe is het met allemaal die vrouwelijke collega's? Ja, dat is wel lach op zich. Ja? Ja, dat is wel lach. Oh, ze zet je aan de benen. Grensoverschrijdend gedrag. Staat op camera. Ze is ook nog eens ouder, ik ben minderjarig. Nog wel, ja. Nee, dat is wel lachen. En hoe is het hier met K3? Ja, goed hè. Goed? Vind je het ook leuk? Ja, is leuk. Wat betekent dat PB? PB, particuliere beveiliging. Particuliere beveiliging, dus we kunnen jullie ook inhuren. Ja, dat is we zijn nog niet goed opgeleid, we moeten nog beginnen. Maar de introductie. Wat doe je dan ook gesprekken of actie of van alles. Of moeten jullie het wetboek leren? Ja, burgerschap. Ja? Ja, we moeten bepaalde wetten wel weten. Wat is nou het moeilijkste?
Ik ben na 2 weken begonnen, ik zou het niet weten. Dat komt er nog. Jij bent ook pas 2 weken begonnen? Ja, voor mij is hetzelfde verhaal inderdaad. Oké, okay, wat jammer. Jij weet alles. Ik weet niks, meneer. Nee? Nee. Zij weet alles, dat is het tweede jaar. Nee, ik ben eerstejaars, maar ik heb vorig jaar handhaving gedaan. Jij bent eerste jaar, tweede jaar? Nee, ik ben eerstejaars, maar ik heb vorig jaar handhaving gedaan. Oké, okay, maar dus je moet hun de weg wijzen? Ja. Ja, nee. Kun je ook laten marcheren? Nou, staat op en op! Nee, dat doen de docenten. Dat doen ze, oké. Okay. Nou jongens, ik wens jullie heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Maak er een mooie dag van. Het is de laatste dag dat de zon schijnt, dus geniet ervan. Dankjewel. Mooi. Fijne dag. Waarom hebben we alleen maar wat te drinken? Oh, goed zo. Hoi.